Hoi en goed dat je kijkt naar deze video, want in deze video ga ik je namelijk alles vertellen wat je moet doen om je in te kunnen schrijven voor een studie bij de Rijksuniversiteit van Groningen. Mijn naam is Marlies Hoogveen, ik ben 18 jaar en een eerstejaarsstudent van de opleiding Media Studies aan de rug. Vorig jaar heb ik mezelf voor het eerst moeten inschrijven bij een studie en ik vond eigenlijk dat het heel makkelijk te doen was, alleen je moet een aantal dingen wel goed weten, maar dat ga ik je in deze video allemaal vertellen, dus als jij je in wil schrijven voor een studie aan de rug, blijf dan zeker kijken. Als allereerst vraag je een DigiD aan als je dit nog niet hebt gedaan. Let op, want het duurt altijd een aantal werkdagen voordat je je DigiD binnen hebt. Als je eenmaal je DigiD binnen hebt, dan kun je gaan naar Studielink. Studielink is de pagina waarop je je gaat aanmelden voor je opleiding. Alle hogescholen en universiteiten in Nederland hebben hun opleidingen op Studielink gezet. En op deze manier kun jij je via Studielink inschrijven en krijgt de rug in dit geval al jouw gegevens doorgestuurd. Studielink staat namelijk ook in contact met Duo en op die manier kun je ook, als je bijvoorbeeld een vooropleiding hebt afgerond, wordt dat meteen in je Studielink pagina gezet. In ieder geval, als je je DigiD hebt, ga je dus naar Studielink en hier maak je een account op aan. Kijk dus in Studielink ook of al je gegevens kloppen en dan kun je door naar de volgende stap. Stap 3 is om in Studielink de studie op te zoeken die jij wilt gaan doen aan de universiteit van jouw keuze. De deadline voor het aanmelden voor een studie in Studielink is 1 mei. Als je dit mooi op tijd gedaan hebt, dan wordt via Studielink jouw inschrijving doorgestuurd naar de RUG. De RUG beoordeelt deze dan en tot die tijd heb jij in Studielink de status staan verzoek tot inschrijving ingediend. Je moet dan even wachten tot de RUG jouw verzoek kan goedkeuren. Wat er daarna zal gebeuren is dat je een mail ontvangt van de RUG. Hierin staat het studentennummer wat jij van de RUG hebt gekregen en ook staat er in deze mail uitgelegd hoe jij een Nestor-account kunt aanmaken. Nestor is de online studentensite waarop jij al je studievoortgang in de toekomst kunt zien en ook je roosters bijvoorbeeld. Maar voor nu is het belangrijk dat je hierop een account aanmaakt. In de mail die je van de RUG hebt gekregen staat precies hoe je dit moet doen. Ook krijg je in die mail een nieuw studenten-e-mail van de RUG toegeschreven. Hierop kun je in de toekomst mailtjes verwachten die gaan over je studie. Let op, als je deze mail dus gekregen hebt, ben je nog steeds niet officieel ingeschreven. Het volgende wat je moet gaan regelen is dat je in Nestor gaat naar het kopje RUG Tools. Dat is een sidebar links beneden in je scherm. Daaronder zie je het kopje Grades and Enrollment. Hierin zie je alle specifieke to-do's die je eventueel nog voor je opleiding moet doen. Verder zie je in dezezelfde sidebar van RUG Tools ook nog Foto's en Enrollment. Hierbij is het de bedoeling dat jij een foto gaat uploaden zodat die straks op je studentenpas komt. Als je eenmaal officieel bent ingeschreven bij de RUG zal deze pas naar je toegestuurd worden. Naast de to-do's in Nestor is er ook een to-do-lijst in Studielink. Check deze pagina regelmatig, want soms worden er nieuwe to-do's toegevoegd. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat je moet aangeven hoe je het collegegeld straks wil betalen. Vanaf een bepaalde datum, afgelopen jaar was dit 1 juni, komt deze nieuwe to-do beschikbaar. De volgende stap om je inschrijving definitief te maken is dat je het collegegeld gaat betalen. Kijk voor de actuele data voor wanneer je betaling binnen moet zijn op de site van de RUG. Op de RUG-site staat ook hoe je precies je collegegeld kan overmaken, want hier zijn verschillende manieren voor. Om naar deze pagina op de website van de RUG te gaan, ga je naar Onderwijs, Bachelor, je scrolt naar onderen en je klikt op Financiën. En op die manier kun je alles lezen over het betalen van het collegegeld en ook precies voor wanneer welke datum je dit gedaan moet hebben. Als je uiteindelijk voldoet aan de checklist van je opleiding, je voldoet ook aan de toelatingseisen en je collegegeld is binnen, dan ontvang je hiervan een bevestiging en dan ben je officieel ingeschreven. Je ziet dan als het goed is ook dat je status voltooid is in zowel Nestor als in Studielink. Nog even een belangrijke opmerking. Het verschilt voor sommige studies of je jezelf moet inschrijven voor de vakken van het eerste jaar of dat dit automatisch voor je wordt gedaan. Check dit dus vooral eventjes bij je studie. Zo, dit was dan alweer het stappenplan waarin ik je precies heb verteld hoe je de verschillende stappen doorloopt om je aanmelding compleet te maken. Via je DigiD, naar Studielink, Nestor en je collegegeld betalen en dan heb je alles voor elkaar. Ik hoop dat je nu beter weet waar je allemaal op moet letten en dat het echt niet zo moeilijk is als je maar goed weet wat je moet doen. En dan wens ik je veel succes bij je nieuwe opleiding.